Heerenveen is vanavond te gast in Buitenpost. En het organiseren van topwedstrijden is hier uitgegroeid tot een traditie met jaarlijks duizenden bezoekers. Deze editie tegen Heerenveen is een bijzondere, want het is namelijk 30 jaar op rij dat hier topclubs op bezoek komen. Het is tevens de 10e keer dat Heerenveen hier te gast is. En de eerste kans van de wedstrijd is ook voor Heerenveen, maar het is Joey van den Berg die de bal hier hoog over het doel schiet. En met de verkoop van Alfred van Bogason en een blessure van Mark Oet is het vandaag Pascal Huscher die in de spits staat bij Heerenveen. En hij neemt de bal hier schitterend mee en scoort meteen. Pascal Huscher, 1-0 Heerenveen en het is zijn eerste doelpunt in het shirt van het eerste elftal. Achterin bij Heerenveen Stefan Warmolts en die heeft een mooie steekpaas. Hij zet hier Bilabas Isikoglu vrij voor de keeper en die scoort uit een moeilijke hoek de 2-0. We hebben dan nog geen 20 minuten gespeeld en Heerenveen lijkt op weg om een mooie score neer te zetten. Naast Martin Droon en Joey van den Berg op het middenveld deze Rehwan Amin. De A-junior vindt Pascal Huscher en hij schiet de bal in het zijnet. Een deel van het publiek denkt dat die bal binnen gaat. Maar helaas voor Pascal Huscher weet hij niet zijn tweede van de avond te maken. De bal die komt hier terecht voor Sabas Varga en die omspeelt die schitterend zijn tegenstander. Varga, komt er dan een mooi einde aan deze aanval? Nee! Of dan toch via de kluts komt de bal voor de voeten van Joey van den Berg. En hij pegelt naast. Schitterende actie vooral ook van Sabos Varga. En een zonnebril was vanavond geen overbodige luxe in Buitenpost. Rehwan Amin, hier met een schitterende steekbal op Bilabas Isikoglu, die wederom vrij voor de keeper wordt gezet. Maar zijn inzet wordt van de lijn gehaald door Buitenpostverdediger Marco van Leijen. En zo gaan we rusten met een 2-0 tussenstand, ziet ook Christopher Noordveld, die vandaag aandachtig toeschouwer was in Buitenpost. En in de tweede helft wisselt Dwight Lodewegens zijn volledige elftal. Centraal achterin Jordi Buijs, die het na 3 minuten probeert van afstand. En bij Heerenveen vanaf het middenveld Hakim Ziyech, die zoekt Yannick Wildschut in de spits en dan is het een slippertje achterin bij Buitenpost. En die bal had er echt wel ingemogen. En zo weet Heerenveen in die tweede helft maar niet te scoren. Hier is het Michael Chacon met de afstandsschot. Die wordt losgelaten door de keeper. En Luciano Slagveer die zegt dankjewel. Hij zorgt voor de 3-0 in de 67ste minuut. En niet veel later stuurt Hakim Ziyech Luciano Slagveer wederom weg. Naast hem Yannick Wildschut, maar Luciano Slagveer besluit zelf te gaan. En rond keurig af. En tot op dat moment hebben we nog weinig gezien van aanvallen van Buitenpost. Hier is de lange bal van de doelman. En is het Stefano Marzo die zich verslikt. En kan Buitenpost dan profiteren? Het antwoord is jawel, want het is hier de 1-4 van Jordi Terpstra. En zijn doelpunt wordt met gejuich ontvangen op het sportpark. En dat is zuur voor Maarten de Fokkerts, de doelman die nog weinig te doen heeft gehad. Heerenveen lijkt dan niet geschrokken van het tegendoelpunt, want nog geen minuut later is het hier Yannick Wildschut. Zijn schot wordt van richting veranderd en zo wordt het 5-1 voor Heerenveen. Wildschut pakt iets wat gelukkig toch zijn doelpuntje mee. En kan Heerenveen dan ook nog een 6e maken? Mooie actie hier van Hakim Ziyech, die bereikt Gudmundsson en die zet Luciano Slagveer vrij voor de doelman. En zo is het 6-1, Slagveer met zijn 3e goal van de avond. En kan Slagveer dan ook zijn 4e maken? De bal gaat over de keeper, maar gaat wonder boven wonder ook naast. En zo blijft het 6-1 voor Heerenveen. En zo wint Heerenveen ook het 3e duel van deze oefencampagne. Ja, Pascal Huscher, Alfred van Bogason verkocht, Mark Oet geblesseerd en dan sta jij in de spits. Ja, nou ja, vandaag wel. Maar ik doe gewoon mijn uiterste best. En, nou, ik weet zeker dat ik ben niet de eerste spits, maar nou, als er een kansje komt, dan sta ik er natuurlijk. De eerste 2 weken van jou met de voorbereiding van het eerste elftal zit het erop. Ja, hoe was het? Ja, ten eerste heel leerzaam, maar ook zeker genoten. Ja, ik zit er al vanaf de voetbalschool. En dat je nu bij het eerste mag wedstrijden spelen, mee mag trainen, is heel leuk. Het is een droom die uitkomt. Je pikt vandaag wel je doelpunt mee. Hoe voelt dat? Ja, lekker. Mijn eerste goal voor Heerenveen in het eerste, zeg maar. En nee, daar ben ik heel blij mee. Ja, omschrijf dat gevoel eens, mee mogen doen met het eerste elftal. Ja, ik denk dat je niet kan beschrijven dat gevoel. Het is heel mooi. Ja, je kijkt er al zo lang naar uit en op het moment daar is het zeer mooi. En nu, blijf je bij de selectie?
Ja, we gaan nog volgende week op trainingskamp. En nee, dan blijf ik gewoon bij de selectie tot aan, nou, ik denk augustus, begin augustus. En dan zal ik gewoon aansluiten bij de belofte. Je bent een van de jonge jongens. Ja, de selectie is ook redelijk jong. Hoe word je opgevangen hier? Ja, wel goed. Ik denk vooral de jongens die al wat langer lopen, die zien het, die maken niet echt verschil. Onderscheid tussen jonge en oude jongens. De groep is gewoon één geheel. En dat is vooral als nieuweling, zeg maar, als jonge gast, is dat wel fijn. Je hebt ook een aantal goede vrienden bij de selectie zitten, geloof ik. Bilal Basetsikoglu is er één van. Ja, hoe is dat om met hem samen te spelen zo? Ja, heel leuk. Normaal speelde ik met de A1 met hem samen. Hij heeft die stap gemaakt. En om nu weer tegen te komen bij het eerste is zeker leuk.